Van dit. Amai, de Julia neemt jij veel plek in mijn zak. Kijk, doe maar joh. Goedemorgen. Kijk ze. Opa, oma, die gaan naar Spanje en wij moeten ze gaan voeren naar Eindhoven, de luchthaven waar ze vertrekken dus. Het wordt een leuke trip, hè? Ja, amai, kijk er naar uit. Ja, hè? Ja. Ja, het is een volle auto, hè? Amai. Voor de eerste keer is mijn auto zo volgeladen, hè? Ja. Huh? Ja. Roland. Ja. Oh, er wonen mensen bij. Dat zijn mijn kleinekjes, hè, Jules, die fonteinekjes, hè? Kleinekjes, die fontein. Dus in ieder geval geen fontein waar je geld in moet gooien. Want dan kan de eerstvolgende die passeert dan gewoon er weer uithalen. Ja. Zo eentje is het. Bijzondere fontein. Ik hou wel van fonteinen, maar deze vind ik toch wel een beetje bijzonder. Mag een beetje meer met water gespoten worden als het kan. Ja, het is dat weer. Scan your boarding pass. Moet hier allemaal zelf doen, hè. Moet hiervoor werken, hè. Ja, dat is zo precies. Kilo? Ja, het is echt waar. Nee. Jawel, allee, okay, gaan kijken, maar dat is tijdverspilling. Het is echt een kilo te veel. Het is geen grap. Ja, maar is het echt? Ja, ja. Zo, ook niet. Ja, denkt u nu echt dat we er een rap over gaan maken? Ja. Echt wat hier met Eindhoven, echt, we zijn als we dat automatisch... Oh, en staat laat al te filmen met mijn schaal. Ah ja, tuurlijk, ja. Leuk is dat niet, hè, maar ja. Ja, mama, ik dacht dat ik dat alleen maar had, eigenlijk. Hey, Jules. Ai, ai, ai. Oma heeft weer al eigenlijk te veel ingepakt, hè. Ai, ai, ai. Dat is toch? Dat is toch? Een kilootje te veel. Komt van 2 kilo te veel. Tweede poging. Tweede poging. Wat heerlijk, ja. Eerste valies erop. We gaan dat hier direct zien hier aan dat metertje. Je gaat dat wel zien. 19,4 kilo. Betere weegschaal. Scanner. Scanner. Ja. Je wordt al wel. Heb je de verkeerde gescand? Ah, nu ga ik de juiste scannen. Ja. Dat is geen gevaarlijke middelen. Dat moet eraf doen. En dan rond uw deze doen. Plakt dat? Ja. En dan wat moet ik dan doen? Dat goed dicht doen, hè? Ah ja, zo. Oké. Ah, oké, dat moet je niet meer houden. Ja, label is attached. Het is weg. Voilà, hè. Ze hebben hier geen personeel meer nodig. Straf, hè? Ongelooflijk. Hoi. Oma en opa staan hier. Oma, nou een dikke knuffel. Dat hè. Oma, nou een dikke knuffel. Ah, ik geef een lekske. Maar ik krijg nog een lekske. En opa ook, een kusje? Ik geef opa dan een gezellige kus, want ik heb een lekske gekregen. Ja, ja. Wang is je mama. Geef hier een kusje aan oma. Kijk, een kusje. Zo. Chill. Nee. Ik heb ik er, hè? Kruisje, kijk, oma gaat daar door het poortje gaan. Kijk maar eens. Opa, naar een zoen. Dag, opa. High five, opa. Ga een zoen. High five, opa. Oh, ik vind hem missen, hè. En gaat hem weer als wat. Ga je mama ook missen? Ga je mij ook missen? Ja. Ja, ik ga mijn mama ook missen. Het is verlangen, oké. Je mama die gaat sneller terug hier zijn dan dat... Houd hem bij, hè. Dag, Holly, hè. Ja. Ja. Allee. Allee, Jan, salukes. Hallo. Een goede vlucht. Dag. En het amusement in Spanje, hè. Viva España. Viva España. Viva España. Olé. Zeg jij dus viva España. Viva España. Olé. Nee, zeg het niet.
waarschijnlijk als jullie weg zijn. Bedankt ja, dat ik mama brengen. Mama. En het amusement, hè? Ja, maar kruis. Breed uw valies hier niet, hè? Onderste boven houden. Loop houden. Ja, ja. Tegen. Ja, gas geven. Allee, salut! Dag, Jill! Oh, mijn opa zijn nu weg, hè? Ja, nu zijn ze weg. We gaan nog naar Spanje. Naar jouw mooi Spanje. Waar jij geboren bent. Allee, kom. Dag! Kom, ga weer door. Want anders blijft hij de oma daar staan. Kom! Oma is nu weg, hè? Wow. Wow. Leuk, hè? Blijft een rare pot, hè? Ja. Dus wel leuk dat er eentje is. Ja. Ziezo, we hebben hem afgezet in Eindhoven. We zijn nu terug opnieuw onderweg naar huis. Ik vind het eigenlijk wel fijn om met onze nieuwe auto te kunnen rijden. Ah, meer rijden in mijn geval. Zullen we een keer een langere rit kunnen doen? Ja, zo een beetje langer mee kunnen rijden. Hij rijdt goed. Hij wiebelt ook goed. Hij heeft ook aangenaam geluid, denk ik. Want anders is hij in slaap gevallen. Ja. Dus dat is echt wel zoiets magisch. Zo'n auto, van het geluid van een auto, een beetje wiebelen. Ik hoop dat het voor ons zelf ook eigenlijk zo gaat zijn als we in het vliegtuig zitten. Dat we zullen ook vinden dat het een aangenaam geluid is. Een beetje gaat wiebelen en uiteindelijk ook in slaap gaat vallen voor een paar uur. Dat zou wel fijn zijn, hè? Ik ben eens vooral benieuwd naar het hotel waar we gaan slapen. Ik ook. Dat daar niet veel lawaai gaat zijn van die vliegtuigen. Nee. Want we slapen naast de luchtvaart. Ja, ja, nee. Daar gaan we geen enkele last van hebben. Nee. Ik heb al de reviews al gelezen. Ik heb het al gelezen. Nee. Nee, een vliegtuig klaksoneert niet. Ja, dat is een goede vraag. Heeft een vliegtuig een klakson? Wie weet wel, hè? Ja. Ik heb het nog nooit gehoord, maar misschien hebben die dat wel. En dat moet toch zijn dat ze een keer kunnen toet-toet. Hey, collega. Of hey, collega in de lucht. Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Zou het wel willen weten. Ja, plaats hieronder in de reacties, zou ik zeggen. Wij gaan nog thuis nog een paar laatste dingetjes nog wat fine-tunen, want onze koffers zijn toch echt nog wel te zwaar. Wel, ik heb eigenlijk wel het idee van, we hebben niet heel veel mee, maar zeker ook wel met in ons achterhoofd van, wij kunnen daar ook nog wel wassen. Maar bro, ik zit vooral in mijn hoofd dat we daar te veel gaan sleurwerk hebben. We gaan ook nog even, dus we gaan vliegen van Amsterdam naar Toronto en dan lopen we daar 6 uur op die luchthaven rond. Dus, dan wil ik niet te veel sleurwerk hebben. Nee, maar... Ja, ik heb al gezien wat er allemaal klaar staat. Het is toch het een en het ander, hè? Ja, 2 koffertjes handbagage en 2 rugzakken. Ja. Valt toch mee, vind ik eigenlijk. Maar ja, dus en we hopen dat we ook nog wel aan een krap als een tussenlanding ook nog wel onze kinderwagen voor Jules ook nog gaan meekrijgen. Dat zou toch net wel ietsje gemakkelijker maken. Anders hebben we ook nog een keer Jules om mee te sleuren of om 6 uur rondlopen gaat hij zeker nog nooit eigenlijk doen. Gaat hij zeker nooit doen in de 6 uur tussenlanding. Waarschijnlijk, in de meeste gevallen is dat tot aan de gate en dan doen ze het in de gate weg. En als we chance, en normaal gezien dat vliegtuig ook weer stop en dan zetten ze die buggies op een andere plaats. En dan is dat meestal terug aan de gate dat je dat dan weer meekrijgt. Laat ons hopen. Maar ja, zover is het nu nog niet. We gaan eerst straks zelf nog richting Amsterdam. We hebben daar dus een hotel geboekt, knal aan de luchthaven, maar dat ook wel een geruststelling vinden om toch wel dicht aan de luchthaven te zitten. En dan kunnen we eigenlijk gewoon een voetgangersbrug over en dan zitten we al in de vertrekhal. Dus ik ben heel benieuwd. Het is de eerste keer dat we in dit hotel gaan eigenlijk verblijven. Maar het is ook wel echt een geruststelling. En het is ook een beetje gek, want we gaan nu nog 2 dagen op voorhand eigenlijk. Maar ook wel omdat we het wel fijn vinden om onze reis ernaartoe toch ook al wel wat te gaan eigenlijk breken. En dan lijkt dit ook wel een heel leuke tussenstop eigenlijk. En dan kunnen we ook nog een keertje Amsterdam nog verder nog gaan eigenlijk ontdekken. Vooral morgen dan denk ik trouwens. Dus ik kijk er best wel naar uit. Jij ook? Ja. Ja. Maar nu eerst nog een beetje terug naar huis. Dan komt zelfs mijn vader ons ophalen om ons naar Amsterdam te brengen. Helemaal gepakt en gezakt zit ik hier nu van achter op onze achterbank. Kijk, het zit echt vol tot aan ons dak. Naast mij staat er ook nog een kinderwagen.
Naast mij zit er ook nog een kind die een dutje aan het doen is. En voor mij zit Jeno aan het stuur. En mijn papa die er ook bij is. Zie. Dus we zitten hier goed vallen, jongens. Maar het past wel, hè? Het past helemaal. Een uurtje rijden en we komen aan op Schiphol. En daar gaan we ons aan inchecken in het hotel. En dan kunnen we beginnen aan onze vakantie. Ik kijk er al naar uit. Dag! Dag, Pompie. Pompie rijdt met ons auto nu weg, hè? Naar huis? Ja. En wij zijn hier aangekomen aan Schiphol. Dag, Pompie. Zie hem? Hij rijdt. Dag, Pompie. En wij zijn hier nu aangekomen bij het hotel. Hier gaan wij slapen. Is het die lift? Die lift. Nee, het is die lift. Wauw. Wat een hotel, hè? Ja, mooi. Ik ben er nooit binnen geweest. Wow. Kijk eens aan. Je vindt het ook mooi. Hier is het, Jules. Kom maar. Kom, Jules. En jij ook doen? Pak, 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 pak. Ja, ga maar binnen. Oh, wat een kamer, zeg. Ja, groot, hè? Nog wij. Het is geen kleine kamer te noemen, hè? Kijk eens hier. Wauw. Met uitzicht op de luchthaven hier. Wauw. Ja. Wauw. Hiernaast heb je dan nog een heel woongedeelte. Kijk, met een eigen woonkamertje. Kamertje, kamer. Televisie. En zelfs nog een zithoek. Ze hebben hier een fles fris gezet voor ons. Wauw, zeg. Kijk eens aan. Lief. Hey. Amai, zeg. En ook nog stroopwafels, hè? Ja, ja. Kijk lekker. Kijk. Amai. Wow. Kijk daar. Weer een vliegtuig de lucht in. Kan ze hier allemaal zien opstijgen, hè? Zie je het? Daar gaat hij. Ja. Zeg, we zitten hier nogal goed, hè? Op de 5e etage. We kunnen hier alles heel goed zien. En we hadden eigenlijk een familiekamer geboekt, maar die is wel heel groot uitgevallen. Blijkbaar zijn de familiekamers hier een soort van suites. Alleen noemen ze het niet zo, maar hebben ze dus familiekamers en suites en zijn eigenlijk aan elkaar gewaagd. Maar het is wel meer dan dat we verwacht hadden. Kijk eens aan. Een grote woonkamergedeelte. Hier ook nog een zitgedeelte. Ja, prachtig uitzicht met het opstijgen en het landen van de vliegtuigen. En natuurlijk ook hier rechtonder zie je zo alle taxis toekomen. De mensen die dus met hun koffers heen en weer lopen. Dat heeft wel een bepaalde sfeer. Dat is leuk om eigenlijk naar te kijken, hoor. En aangezien we toch zo'n tafel hier op de kamer hebben, gaan we die ook gewoon benutten om wat te eten hier aan deze tafel. Dat is ook gemakkelijk met onze Jules erbij. En dan moeten we niet zo laat nog op restaurant gaan hangen. Misschien dat we dat wel morgen doen of zo, als we naar Amsterdam gaan. Maar nu voor vandaag vonden we het wel makkelijk om even te kijken wat ze hier in de luchthaven zelf. Daar hebben ze heel wat winkels, dat weet ik nog van alle vorige keren dat we hier waren. Dat je hier wel eigenlijk leuk kan shoppen voor dus dat je de douane doorgaat. En dat gaan we nu ook gewoon even doen. We gaan een beetje shoppen en kijken of we iets vinden om te eten. We zijn gaan shoppen, Seb. We hebben een beetje eten gekocht voor in de hotelkamer. Jij hebt een pizza. Is dat gesneden? Ja. Ah, dat is goed. Dit is zo het winkelgedeelte. Eigenlijk een beetje onder de grond, zo, deels onder de grond van Schiphol. Om je dus van de ene plaats naar de andere plaats te kunnen laten gaan. En in mijn verbeelding, de vorige keer dat ik er was, was dat hier een heel groot winkelcentrum. Wauw, wauw, wauw. Nooit alle tijd om dat hier allemaal te doen. Want ja, je hebt natuurlijk je vlucht die eraan komt. Maar nu had ik zoiets van, hè? Is dat maar? Ja. We waren opmerkelijk snel rond eigenlijk. Vind ik ook wel leuk, hè? Dat komt natuurlijk als je dan er tijd voor neemt, dan is het plots niet meer zo groot eigenlijk. Dat is wel heel erg grappig. Het is nog wel heel groot, hè? Je hebt hier echt van alles. Er is hier wel wat te doen natuurlijk, ja, hè? Ja. Dus, voilà, kijk, en we hebben een zakje vol eten, dus we kunnen lekker eten nu in onze kamer. Ben je een beetje moe, Jules? Hé, hey, was je aan het slapen? Denk het dat hij een beetje moe is, ja, papa. Ja, ik denk het ook. Ik had zo kussentjes op hem gelegd. Lang is zo schattig, hè? Maar wij zaten hier eigenlijk een beetje aan het buiten kijken. Vind je het wel leuk? Je ziet heel veel beweging. Ja. Ja. Er zijn ook zo twee parkeerwachters zo, die over die strook de hele tijd lopen.
voor de mensen die daar dus kort parkeren willen doen, maar toch te lang blijven staan en dan moeten ze daar zo'n beetje mee discussiëren om die dus eigenlijk weg te jagen. Maar ik vind dat ze niet echt luisteren, de chauffeurs, naar die mannen. Nee, hè? Maar het is wel leuk, hè, zo dichtbij de lucht dat je alles kan zien. Ja, het is interessant om te volgen allemaal eigenlijk. We gaan slapen, hè? Dat is leuk om hier een beetje te kijken zo, naar het uitzicht. En al die vliegtuigen die hier omhoog zijn gegaan. En ook weer heel wat geland. Maar daar gaan we nog niet over nadenken, hè, over dat landen. Zeg. Ja. We gaan vroeg slapen. Dan gaan we vroeg ook weer opstaan. Het ontbijt is tot 10:30. Dus dan moet je toch een beetje vroeger opstaan. En dan na het ontbijt gaan we met gevulde buikjes de trein opstappen. En gaan we naar Amsterdam. Dat is voor morgen. Tot morgen.